dat jullie kijken naar de vijfde vlog van dagelijkse vlogs het jaar uit. Ik ben deze vlog wat later begonnen. Het is nu namelijk alweer 12 uur lunchtijd. Dus omdat we, ja, je hebt gezien wat we gisteren gedaan hebben. We waren pas om 12 uur thuis. En ik was onwijs moe en ik heb heel slecht geslapen. Bijna niet geslapen. En vanmorgen heb ik alleen maar een beetje zitten chillen. En ja, met Lana Frozen gekeken en zitten haken. En even gewoon niks. Ik ben nog wel moe, maar het gaat toch wel weer iets beter. En Yannick is natuurlijk vrij, dus we willen nog wel even wat leuks gaan doen. Dus we hebben besloten om vandaag naar Roosendaal te gaan. Naar Rosada Outlet, Fashion Outlet, weet ik veel. Designer Outlet. Dus dat, ja, daar zijn we nog nooit geweest. Dus ik kijk elke keer naar boven, moet ik niet doen. Ik heb een make-upje op gedaan, zoals je kunt zien. Gewoon, als ik een make-upje op doe, dan merk ik dat ik al gelijk een stukje fitter voel. Ik heb mijn nagels gelakt. Ik had van OPI zo'n groene kleur op. Zo'n mintgroen. Maar ik heb nou deze rode van OPI op. En ja, ik hou er gewoon van. Ik vind het gewoon fijn. Ik vind het gewoon mooi. Dus dat heb ik even gedaan. En ik zal even mijn outfitje laten zien. En dan gaan we zo lunchen. En dan gaan we richting Roosendaal. Outfit is echt super basic. Dit is een zwangerschapsbroek van Noppies. Die ene weer. Ik heb gewoon een lange top aan van H&M. En dit is een zwangerschapstrui van het merk Queen Mom. En er staat Happy Baby is Happy Mom. En dit is echt een super chille trui. Want dit soort truien in de normale varianten, zeg maar, die zijn gewoon niet meer passend omdat het dan te hoog komt. Maar deze valt echt heel mooi om de buik heen. En die zit gewoon heel lekker comfortabel. Nu nog mijn sloffen aan. Ik doe dadelijk even wat laarsjes aan. Maar ja, dat is mijn outfit voor vandaag. Dit is het lakje dat ik op heb. En ik ga nou parfum kiezen. Ik ga voor deze Olympia van Paco Rabanne. En die is echt super lekker. Ik ga aan het lunchen. Dan kunnen we dadelijk vertrekken. Ze gaat naar een lekker broodje smeerkaas. En ik heb met ham en kaas. En we zitten in de auto op weg naar Roosendaal. Het is ongeveer nog 35 minuten rijden. En we zijn nog nooit bij zo'n outlet geweest. Dus we zijn heel benieuwd. Okay. Ja. En, we gaan naar Roosendaal. Dus dit ja, precies. En Lana zit achter de auto, maar die zal waarschijnlijk even in slaap vallen. En ze zitten nu in de fase dat ze geen middagslaapje meer doet. Maar ja, de auto werkt natuurlijk altijd wel wat slapen. Dus dan slapen ze nu wel eventjes. Dus maar goed, we gaan lekker die kant op. En we zijn er. Ik zal even rondfilmen. En het ziet er echt heel gezellig uit. Echt gelijk hier ben je in zo'n winkelstraatje. Dus we gaan eens even kijken waar we gaan shoppen. Oh, Tumbleland Dry is wel heel leuk. Voor Lana hebben we al twee spijkerbroekjes gekocht. En een heel leuk truitje, maar dat zal ik daar nog laten zien. We zijn aan het kijken in een soort van woonwinkeltje. En ik wil in ieder geval zo'n ding om eten, om vlees mee te om te draaien in de pan. En we zijn op zoek naar een goede messenslijper. Even kijken hoor. Zit daar onder? Is een trui aan het passen. Wat vinden jullie ervan? Huh? Ja, oh, hij is hem al uit aan het doen. Ja, wil je Elsa kijken? We gaan nou toch niet Elsa kijken? Wil je voor de witte gaan of de blauwe? Passouwe. Nee? Oké, dan begin ik echt te twijfelen. Van die blauwe, ja, maar je hebt al gauw donkere kleuren natuurlijk, hè? Dus het is wel mooi wit. Ja. Staat hem wel. Hè? Staat je wel. Mag ik kiezen, dan zou ik het kiezen. En we zijn weer in de auto. Het was echt wel heel erg leuk. Alleen er waren wel weinig winkels, vond ik zelf, die ons aanspraken. Dus we hadden het eigenlijk ook wel weer gezien. We hebben in ieder geval voor Yannick een hele leuke trui. En voor mezelf hebben we het ondergoed gekocht. En voor Lana hebben we nog wat kleding gekocht. En we hebben nog wat dingetjes voor het huis gekocht. Dus als ik daar thuis ben, laat ik even een shoplog zien van onze aankoopjes. En we zijn weer thuis. Ik zal even een korte shoplog doen. Als eerst gingen we naar de Tumbleland Dry winkel. Dat is een winkel met meisjeskleding en jongenskleding voor kinderen dus. En daar kochten we voor Lana deze spijkerbroek. Vond ik erg leuk. En ja, die komt qua kwaliteit ook wel goed over.
En deze broek, ook een spijkerbroek trouwens. Al bij maat 80, dus daar kan ze nog wel even mee doen. Want ze komen wat groter over en Lana heeft gewoon een kleinere kontje. Dus die. Ook haalden we deze. Deze top vonden we wel heel leuk voor haar met shine erop. Of wat staat er eigenlijk op? Ik kan het niet goed zien, maar ja, wel mooi met bloemetjes. Dus de broek en de andere broek. Dan kochten we voor in de keuken. Dit is zo'n knijptang om vlees om te draaien. Leek me wel handig. En een messenslijper. Bij Garcia kocht Janiek deze trui. Die zagen jullie hem net ook passen. Een hele mooie wollen trui. En ook ondergoed, maar dat ga ik niet laten zien. En voor mezelf, bij de Hunkemöller ook ondergoed. Ga ik niet per se laten zien. Gewoon zwarte ondergoed. Wat nu in de zwangerschap wat fijner zit. Wat net wat hoger valt bij mijn buik. Dus ik ben benieuwd of dat het is. Dus dat is eigenlijk wat we gekocht hebben. En nu zijn we thuis. Even lekker relaxen. Een kopje thee. We hebben net fruit op. En nu doen we even lekker rustig aan. En Lana die loopt rond met mijn tasje van de Hunkemöller. En blote voetjes, want ze wilde schoentjes uit. Ja, ga jij daarmee rondlopen? Tasje, mama. Tasje, mama. Schatje. Gaat ze shoppen met haar fietsje? Ga hem daar aanhangen. Ga hem daar aanhangen. Oh. Ja, vast. En ze heeft haar jas nog aan, die wilde ze nog niet uit. Nou ja, doen we zo wel. Heb je lekker geshopt? Ik ben met Lana aan het wandelen. Gewoon even lekker frisse neus halen. Even samen eruit. Dus even lekker frisse neus halen. Even lekker aan de wandelen. En Lana? Ja, even lekker wandelen hè. En ik plof op de bank. We zijn net thuis, ik plof op de bank. En Lana is mijn schoenen aan het uitdoen. Ja, goed zo. Doe maar trekken. Bijna. Oh! Bijna? Bijna? Ja! Oh, fijn. Zorg je goed voor jouw zwangere mama. Ik ga nu eten maken, of eigenlijk warm maken. Want we hebben besloten gewoon een lekker klikjesdag te doen. Dus uit de diepvries hadden we nog wat pasta. Dus ik ga opwarmen en gaan we lekker eten. En het is klaar. Lekker eten. En ik ben nu aan het haken. Dus nog steeds hetzelfde dingetje. Maar dan ben ik al iets verder gekomen. Ik heb er nou ook een kleur aan toegevoegd. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel wat gaat worden. Ik heb lekker druifjes bij. Een kopje thee, die staat daar. Janiek die is naar de bioscoop. Dus die heeft een avondje voor zichzelf. Met zijn broer. En ik ook een avondje voor mezelf. Dus ik zit lekker te chillen. En ik ga bij deze de vlog van vandaag afsluiten. Ik ben lekker gedoucht, make-up eraf, pyjama aan. En ik ga lekker slapen. Janiek die komt zo thuis als het goed is. Dus dat is wel heel fijn. Jullie zien mij overmorgen weer. Het is morgen natuurlijk nieuwjaarsdag. Dus morgen dan geen vlog. Maar overmorgen zaterdag wel weer. En zondag nog eentje. Dan hebben we er dus 7 gehad. Dus dan hoop ik dat jullie een hele fijne jaarwisseling hebben. Ik wens jullie een hele fijne oud en nieuw. Wij gaan onze oud en nieuw natuurlijk ook vloggen. Dus dat ga je nu nog zien. Maar ik wil jullie een heel fijn uiteinde wensen. En natuurlijk een prachtig 2016. Maar dan ga ik jullie ook nog wensen in de volgende vlog. Maar goed, ik ga deze vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie overmorgen weer. En morgen heb ik natuurlijk wel gewoon een update op mijn blog. Dus daar kan je altijd even een kijkje nemen. Nou, dankjewel hè. Doei!